Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Zoals u ziet is het op veel plaatsen in West-Europa flink bewolkt. En dat heeft allemaal te maken met een koude bovenlucht die ervoor zorgt dat de atmosfeer onstabiel van opbouw is. Zo bijvoorbeeld ook een lage drukgebied boven het zuidwesten van Duitsland, waarmee wij gisteren te maken hadden. Daardoor viel er gisteren bijvoorbeeld in de zuidelijke helft van het land gedurende een lange periode regen. En in sommige gebieden werd zelfs natte sneeuw gerapporteerd. Als ik alles in beweging zet, dan is ook goed te zien dat ook wat opklaringen bij ons in de buurt komen. Maar dat ook een actievere storing boven de Noordzee voor ons klaar ligt, waar uiteindelijk vanmiddag ook een aantal buien gaan vallen. Waarbij aan het eind van de middag en de westelijke kustprovincies kans is op een klap onweer. Vanavond is het dus wisselvallig, met zoals ik al zei vooral in het zuidwesten kans op een klap onweer aan zee. En verder vallen verspreid een aantal buien. Later op de avond komen er wel steeds meer opklaringen voor, als eerst in het noorden van het land en daardoor automatisch ook de laagste avondtemperaturen. Lokaal daalt de temperatuur daar al tot 1 graad boven nul, terwijl de temperatuur op andere plaatsen zo tussen 3 en 6 graden uitkomt. De wind die draait achter de storing eventjes naar het zuidwesten toe, maar in de loop van de nacht draait de wind weer rustig terug naar het oosten. De wind is vannacht zwak en met name in het binnenland kan het dan licht gaan vriezen op sommige plaatsen. Zeker plaatsen waar het enigszins opklaart. Op andere plaatsen is het tamelijk tot wisselend bewolkt en komt het natuurlijk uit tussen 1 en 3 graden. In het zuidoosten is nog altijd kans op een enkele bui, maar in de loop van de nacht trekken die ook richting Duitsland weg. Morgen kan er dan in het noordoosten eerst wat mist voorkomen en verder is het wisselend bewolkt. Maar het aantal wolken neemt in de loop van de dag af en in de middag zijn er eigenlijk gewoon prima zonnige perioden. Mogelijk dat in de ochtend op de Wadden eerst nog een heel enkel buitje valt. En in het zuidoosten van het land kunnen de wolken nog net ietsjes langer blijven hangen. Al met al wordt het wel fris met temperaturen van 5 of 6 graden. En de meest zuidoostenwind die is zwak of matig van kracht. En daardoor voelt het dan in ieder geval niet zo waterkoud aan als bijvoorbeeld vandaag. De komende dagen zien er eigenlijk nog niet eens zo heel erg onaardig uit. Zaterdag schijnt zeker op de ochtend de zon nog. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe en later valt er misschien in het westen ook nog wel wat regen. Ik denk dat het noordoosten van het land het eigenlijk zo goed als helemaal droog houdt. Het blijft wel fris met 4 tot 6 graden. Ook zondag zijn we nog niet van die koude lucht af. Ook dan overdag 4 tot 6 graden. Lokaal een enkel buitje, tussendoor ook zeker de zon. De wind die komt er nog steeds uit de oosthoek. Maar kijk, vanaf maandag dan draait de wind naar het zuidwesten en wordt zachte lucht aangevoerd. In het oosten en noordoosten blijft het dan nog fris met een graad of 5. Maar vanuit het westen komt dan geleidelijk aan de warmere lucht alweer binnen. En dat zien we vooral goed terug in de pluim. Want kijk eens, vanaf dinsdag dan in de nachten neemt de kans op vorst heel erg af. En overdag temperaturen die uitkomen boven de 10 graden. Ja, en dat blijft eigenlijk volgende week de hele week zo. Het is wisselvallig. Elke dag kans op wat regen of een aantal buien. Soms schijnt de zon. En de kans op wat kouder weer, ja, die lijken pas echt heel ver weg. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.